dit ben ik. Tessa, 23 jaar. Vet leven, hè? Maar er is wel iets. Ik heb elke dag pijn. In de spieren van mijn linkervoet, mijn been, tot aan mijn linkerarm en nek. En niemand kan het zien. Eigenlijk is het een dagelijkse strijd, fysiek en mentaal. Je moest eens weten hoezeer ik voel. Ik ben heel mijn leven al extreem actief. En nu nog steeds. Maar het enige verschil is dat ik nu constante pijn heb. Dit komt door een trauma aan mijn enkel. Ik zat op de dansacademie. Maar op een dag miste ik de laatste treden van de trap. En scheurde mijn enkelbanden in. Er volgden operaties. Mijn bewegelijkheid nam af. En de pijn werd steeds meer. En mijn lichaam begon steeds meer te compenseren. Maar ik wilde door blijven dansen. Uiteindelijk nam ik toch de moeilijke beslissing om te stoppen voor meer rust en herstel. Maar dit was niet genoeg. De chronische pijn sloop langzaam mijn lichaam in. Dit doet ook pijn, dit is een brug van de spieren, die dus overactief en die geven dus allemaal pijn aan de verschillende buik en bekken. Dus dat je gewoon pijn weer terug hebt. De spieren gewoon niet van de in bekken. Gillespaces ging je hier al zijn. En je loopt door in je voet, kleine voet. Last van je ribben. Dit is de facet. Ja, dit en daar. En die geven dus allemaal bijvoorbeeld last bekken in je van spieren. Is dit ook een ongevoelig? Dat hier is een We zijn nu 5 jaar bezig. 10 specialisten, 3 ziekenhuizen en honderden oefeningen verder. Maar we geven niet op. We blijven zoeken naar manieren om het beter te maken. Ja, in en uit adem. Hey, je hebt steenzoltjes. Ja. Ja. Wat hebben we? Gewoon heel hard. Maar niks lijkt te helpen. Het is zo frustrerend. Waarom kan ik wel een hele wedstrijd sprinten zonder pijn, maar kan ik niet een uur lang stilzitten in het klaslokaal of staan in de trein? Ik voel me soms best wel alleen, omdat niemand me echt kan begrijpen. Ik wil het wel heel graag aan mensen uitleggen, maar het is zo'n vaag verhaal. Ik kan er zelf ook niet echt een vinger op leggen wat er nou mis is. Niemand heeft door hoe ernstig het is. Misschien juist omdat ik altijd zo positief ben. Ja, daar word je wel eenzaam van. Maar goed, één ding is in ieder geval zeker. Ik ben 1 keer per week bij mijn fysio Bert. Die me aardig goed begrijpt. Het heeft met zenuwstelsel te maken, met het aansturen. Ja. Jouw lijf ontvangt prikkels eigenlijk anders dan dat het daadwerkelijk is. Mm-hmm. Je kan op dit moment kan je een klein pijntje hebben of een dingetje hebben waar je normaal eigenlijk ja, dat je wat voelde. Ja. En dat kan jouw hersenen kunnen dat omschakelen naar dat er iets heel ernstig aan de hand is. Want je hebt een trauma gehad op je enkel en dat ja, jouw hersenen die hebben dat zo opgevat en veranderd naar altijd dat heftige trauma. Ja. Ja, ik ben eraan gewend dat niemand voor mij opstaat in de trein. Ik zou het ook niet doen voor een jong iemand als ik. Want ik kan het bij anderen ook niet zien, maar ik weet wel dat ze er zijn. Het begon allemaal toen ik denk 11 of 12 was of zo. En toen heb ik eerst 2 jaar lang echt elke dag hoofdpijn gehad. Ik was veel te gestrest voor zo'n jong meisje. En uiteindelijk is dat op mijn knieën geslagen en mijn heupen en mijn rug. En uiteindelijk gingen al mijn gewrichten pijn doen.
En dat heeft ongeveer 8 jaar geduurd voordat ik de diagnose chronisch pijn kreeg. Het is echt slechte kanten meegemaakt dat ik echt op een gegeven moment mental breakdowns kreeg. Gewoon, weet je wel, in de dokterzuimte. Omdat ik gewoon zo boos was de hele tijd en zo gefrustreerd. Hoe ga jij er momenteel mee om? Hoe is het nu voor jou? Als ik uitga, dan weet ik ook 3 dagen daarna gewoon, ja, meestal gewoon in mijn bed lig. Omdat ik gewoon te veel pijn heb. Dat zijn altijd van die kanten die andere mensen niet zien, weet je wel. En ik denk dat dat nog wel het meest moeilijke is. Dat je het nooit echt zou kunnen uitleggen van dit voel ik. Want mensen kunnen wel hun been stoten en dan denken van, oh, dus dit voel jij elke dag. Ja, maar dan denk ik, nee, zo werkt het helemaal niet. Het is een heel mentaal spelletje. Ja, daarom. Weet je, stel we zaten in een rolstoel, dan zouden mensen gelijk weten van, ah, daar is wat mis. Weet je wel, maar wij zien er allebei gewoon heel gezond uit. Ja. Zwemt wel graag. Ja, klopt. Ik ben gewoon zo licht als een veertje als je zwemt. Dat hou ik gewoon echt het langste vol. Het is zo ongrijpbaar en ja, ik ben daardoor ook steeds best wel bang voor de toekomst. Het is gewoon heel erg je leven moeten reguleren of zo. Ja. En op een gegeven moment moet je er ook gewoon aan wennen. Ja, mijn leven is gewoon echt een stuk anders dan dat van leeftijdsgenoten. Ik zie het niet slecht in, maar ook niet goed in. Weet je, ik heb niet die hoop van het gaat ooit nog weg. Ik ga gewoon zo plannen van ik zie wel wat er gebeurt en voor hetzelfde geld is het morgen weg. Voor hetzelfde geld heb ik het tot ik doodga. Pijn tot ik doodga. Hoe ga ik dat in godsnaam volhouden? Pijn vreet ontzettend veel energie. Het beperkt je sociale functie. Ja, heel erg. Je bent gewoon steeds bezig om die pijn op te vangen. Ik kon het altijd wel aan, maar niet ook nog als ik en naar de fysio moet en naar de osteopaat en dit en dat. En overal rekening mee moet houden. En dat is... Dat is gewoon heftig. En het is nu gewoon, ik moet er echt van af. Ik ben er echt, het duurt gewoon veel te lang. En het beïnvloedt echt te veel mijn leven momenteel. Juist omdat ik naast de pijn zo vrolijk en positief ben, merk ik dat ik heel erg in een tweestrijd zit. Ik ben zo gesloten over de pijn, omdat ik anderen er niet mee wil belasten. Ook ben ik bang voor veroordeling en teleurstelling. En ik wil absoluut niet zielig gevonden worden, maar wel wat meer begrip krijgen. Met mijn vrienden en familie beleef ik zoveel leuke momenten, maar mijn echte, diepste verdriet deel ik alleen met mijn moeder. Hey. Hey, hoe is het? Niet goed. Dat dacht ik al. Vertel. Wat is er nou toch aan de hand, meisje? Ik ben gewoon zo bang dat het niet meer weggaat of zo. De pijn? Ja. Ja, dat snap ik. Maar een meisje, dat lost het niet op, hè? Nee. Weggaan lost niks op. Maar weet je, niemand... De wereld is er toch niet voor gemaakt om dit te begrijpen. Het maakt toch niet uit of ik er nou een docu over maak of niet, of... Snap ik heel goed. Als jij belt en je bent dan weer zo verdrietig, dan word ik dat ook. Ja, tuurlijk. Maar dat is logisch, want wat wil een moeder? Een moeder wil dat haar kind gelukkig is. En je bent ook wel vaak gelukkig, maar je bent ook wel heel vaak verdrietig. En dat, ja, dat heb ik, dat doet mij gewoon zeer. Angst die je hebt en de onzekerheid. En dat, ja, daar... Daar zit ik ook mee. Yeah. En ik heb wel zoiets, het komt wel goed. Jij gaat het echt wel redden in het leven. Maar nu is het gewoon eventjes zwaar. Wat zeggen dan ook sommigen? Nou, dan moet ze maar niet meer gaan sporten. Moet ze maar niks meer doen. En sporten maakt juist jou zo gelukkig. Yeah. En dan denk ik, lekker makkelijk gezegd. Want al zou je niks gaan doen, dan hou je ook nog je pijn. Wat hoop je voor mij? Ik hoop voor jou dat... Nee, je hebt heel veel dromen. Dat weet ik. En ik hoop dat allemaal heel erg uit mag komen. Maar uiteindelijk is mijn allergrootste wens dat die pijn minder gaat worden. Die moet je er gewoon niet onder laten krijgen door dit. Je moet wel proberen de dingen te blijven doen die je leuk vindt. En of ik dat doe... Hoe ik zo positief blijf, dat zit gewoon in me, zo ben ik. Hey, hoi, hey,
hard! Ik heb zoveel plannen, dat houdt me gewoon op de been. En sporten maakt me zo gelukkig, voel me dan zo vrij. Ja, dat is even genoeg, de zorgen te vergeten. Dat is zo ziek. What the fuck? Ja! Ja! Je bent super gedreven, blijf je wel gewoon strijden om het beter te maken. En merk je dus ook dat je heel langzaam toch echt wel merkt van, hé, oh, ik ga toch vooruit, ja. Ik had meer. Het enige waar ik eigenlijk naar op zoek ben, is wat meer begrip. Ik wil dat mensen wat meer openstaan voor elkaars verhaal. Geen zielig gedoe, geen aparte behandelingen, maar gewoon af en toe vragen hoe het echt gaat. Ondertussen ben ik volop aan het genieten van mijn leven. En blijf ik vechten voor wat ik wil bereiken. Ja, en dan gaat het steeds beter. En dat merken we ook gewoon. Ja. Want dit ben ik, Tessa, 23 jaar. Vet leven, hè?